dan. Of zoals ze het hier zo sappig zeggen, de Avenue Louise is zo'n beetje wat Fifth Avenue in New York is, maar dan in Brussel. Een hele chique grote winkelstraat. Hier heb ik afgesproken met mijn gasten van vandaag en dat is Sabine Appelmans. En ik heb voor haar een plekje gereserveerd op een zeer hippe tram. Eentje waar ze een exquis sterrengerechtje geserveerd krijgt. Welkom in Food on Rails. Alles goed? Ja. Nou, ik dacht een chique straat om af te spreken met een chique madame. Dankjewel. Ja. Ziet er goed uit. Kom je hier eigenlijk vaak? Wel, de hoofdzetel van de tennisfederatie die is juist daar. Ah. Dus ik kwam hier wel geregeld en dan zorgde ik ervoor dat ik genoeg tijd had dat ik nog even de winkels kon doen. Ja. Ja, shoppen dat gaan wij vandaag niet kunnen doen. Hè? We gaan andere leuke dingen doen. Oké. Okay. Ik neem u mee. Sabine Appelmans is 6 jaar wanneer ze haar eerste tennisballetje slaat. Op haar 15 wordt ze Belgisch kampioene en vanaf dan volgen de successen elkaar op. Nu is Sabine 40 en woont met haar 2 sportieve zonen in de groentetuin van Brussel en dat is Assen. Voilà, zeg. Hier zou zo meteen onze rijdend sterrenrestaurant moeten arriveren. Pakt jij eigenlijk veel het openbaar vervoer? Ik neem heel vaak de tram of het openbaar vervoer in het buitenland. Als ik in steden ben zoals Parijs of Londen. In Brussel minder. En heb je al honger? Ja, het begint stilletjes aan. Ja. Voilà. Ik heb er zin in. Voilà, daar is hem. Amai, chic. Chic, hè? Ja, grappig. Hè? Dat is echt zo'n lange tram. Sabine, na jou om onze rijdende sterrenboot te ontdekken. Wauw. Dit is echt origineel en uniek. Ja, het lijkt me leuk om zo door Brussel te rijden en intussen lekker te eten. Het is ook mooi gedaan. Ja, voilà. Sabine, wat denk je om te beginnen? Een hapje vooraf. Het is een zalmtaartje met een caviar van aubergine op Thaise wijze. Ah, dat ligt me wel. Ja, ja, ik hou heel erg van de Thaise keuken. Ja. Maar het wordt nog beter, want wij hebben een 2-sterren-chef in huis, Thierry Thijs. Een hele goede, charmante, jonge chef. En die staat nu aan de voet van de Triomfboog in Brussel. Hij heeft daar zijn mobiele keuken en hij is daar nu voor ons aan het bereiden coquilles met een cake van truffel. Fantastisch. Ja, coquilles, dat is mijn lievelingsgerechtje. Oh, voilà. Alsof wij het wisten. Maar ik zou zeggen, proef al een keertje. Hè. Ik ga een gerecht maken voor Sabine met coquilles, gemarineerd en gebakken. Daar gaan we een truffelcake bij geven. We gaan verder afwerken met allerlei soorten radijzen. De bolradijzen, de mini-radijzen, de gele en de ijspegels. En het gerecht gaan we verder op smaak brengen met een klassieke mayonaise of groene kruidencrème, sauce vinçon. We gaan van start met onze coquilles. We gaan er een paar dunne plakjes snijden en uitsteken. Die gaan we al op smaak brengen met peperzout, olijfolie en een beetje limoen. Ook liefst niet te fijn, want ik heb altijd liefst dat je nog altijd de structuur of de textuur van de coquille proeft. Daarom, dat mag altijd een beetje dikker, vind ik. Die gaan we een beetje uitsteken, dat die mooi rond zijn. Onze gesneden coquilles, die gaan we op smaak brengen met olijfolie. Een beetje invruiven al. Geraspte limoenzesten over dan. We gaan een klein beetje peper op doen en zout gaan we ook mee wachten op het laatste moment, want dat gaat ook veel sap van onze coquille onttrekken. Bij onze coquilles gaan we truffelcake serveren. Die heb ik al op voorhand gemaakt. Het recept kan u vinden op njam.tv. We gaan er mooie rondjes uitsteken. Sabine, hoe lang ben jij nu gestopt met tennissen? Intussen is het al 11 jaar. 11 jaar. Dus ik kan me voorstellen, in die 11 jaar dat je eetgewoontes en patronen een beetje veranderd zijn. Hè? Die zijn een heel stuk veranderd, ja. Vroeger was het pasta, pasta en nog eens pasta. En dan meestal met een tomatensaus of zo. Ik ontdekte ook al wel toen de andere keukens. Hoor. Bijvoorbeeld in Thailand durfde ik me wel eens wagen aan een Thaise curry of zo. Maar je moest dan toch wat oppassen. Mm. En intussen... Nooit verrassingen gehad? Ja, ik ben wel een paar keer... Ik ben 1 keer ziek geweest in Thailand. Van de lokale keuken. Ik ben eens een keertje ziek geweest in Frankrijk van een zalm. Maar goed, dat kan iedereen overkomen. Maar als dat is tijdens Roland Garros, is dat heel vervelend.
Dan kunnen we verder met onze radijzen. Ik heb bolradijzen meegenomen. Die gaan we gewoon in plakjes snijden. Die bolradijzen die heb ik op voorhand thuis gegaard in een klein beetje kippenbouillon. Dat heb ik ook nog meegebracht. Onze mini lange werpige radijzen, die ga ik er gewoon naast leggen. Dan hebben we onze gele radijsjes. Die gaan we er ook bij leggen. En die paarse. Die gaan we een klein beetje op smaak brengen met fleur de sel en een klein beetje chardonnay aan. Dan heb ik ook nog ijspegels. Ijspegels zijn die witte. Die langwerpige, deze zijn ook een mini-variant. Nu die mini, dat is eigenlijk, die zijn heel vroeg geoogst. Die gaan we snijden. Een beetje in verschillende vormen. Die gaan we in een pekel leggen. Die pekel die is gemaakt eigenlijk met een klein beetje witte wijn, water, suiker en azijn. En dan veel aromaten, allemaal een keer aan de kook brengen en afgedekt laten afkoelen. Onze rapen die gaan we ook in plakjes snijden en die gaan we ook pekelen. Een rauwe raap vind ik nu persoonlijk niet zo lekker. Die gaan we eventjes laten trekken. Straks om af te werken gaan we ook kleine witte bianchetto truffeltjes raspen. Dat is voor bij de cake. Het beste seizoen is het voorjaar, zo op eind maart, april eigenlijk. De witte truffels die kennen we. Die bianchettos die zijn een pak kleiner en ook veel gassiger van parfum eigenlijk. Sabine, ben je zelf thuis een hele grote kok? Ik kook heel regelmatig. Ik probeer ook elke dag te koken voor de kindjes. En ik probeer wel graag dingen uit. Ik heb een goed uitgeruste keuken, dus ik ben er wel mee bezig. Ja, ik heb ook het programma Masterchef gewonnen. Dus, dat is juist. Dat is juist. Ja, dat wou ik zeker weten. Was je zelf zeker genoeg om daar aan mee te doen? In het begin helemaal niet, omdat ik... ik wist wel dat ik een beetje kon koken. Maar ja, dat gaat niet verder dan je eigen keuken thuis. En als de kinderen en de man het goed vinden, dan is het wel goed. Maar ik heb vooral heel veel interesse in verschillende smaken, in verschillende keukens. Ik ken veel van kruiden en zo. En ik denk dat dat wel een troef was toen ik aan Masterchef meedeed. Ja. Wat waren je sterkste punten tijdens die wedstrijd? Sterkste punt eigenlijk was het feit dat ik zeer rustig kon blijven onder tijdsdruk. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat ik gewend ben van met stress om te gaan, zeker in de sport. En dat heeft mij enorm geholpen daar. Ja. Ja. Want ja, die jury, dat was ook niet niks natuurlijk. Nee, daar zat onder andere Peter Goossens zat in de jury. We moesten in de finale ook een gerecht van hem klaarmaken dat hij in zijn restaurant serveert. En dan ga je wel met een bang hartje met je bord naar Peter Goossens, want hij serveert dat dus in zijn restaurant. Maar dat is zeer goed gelukt, ja. Maar je hebt dat gewonnen, dus je kunt er eigenlijk beginnen in zijn restaurant. Hij heeft het mij niet aangeboden, dus... Dan gaan we verder met onze klassieke mayonaise. Een saus dat eigenlijk bijna nooit meer gemaakt wordt, maar wel heel lekker is. Gewoon een Vincent saus. Wat hebben we nodig? Onze verse mayonaise. Die gaat de blender in. Vers gewassen platte peterselie. Beetje verse kervel. Ik heb nu wel zuring bij vandaag. Verschillende soorten. Oxalis, zilverzuring, oude zuringsoorten. Dat mag er allemaal een beetje in. Peper natuurlijk. Wat limoenblaadjes, een klein beetje azijn en een klein beetje water toevoegen. Waarom water? Dan gaat die mayonaise en die kruiden beter nemen. En uiteraard nog een beetje zout en dan kunnen we gaan draaien. Alle kruiden zijn mooi opgenomen. Dat is een mooie groene mayonaise. En die gaan we nu laten opstijven in de koeling om straks mooi te kunnen serveren. Je bent opgegroeid op de boeren buiten, maar heb je toch een beetje een band met Brussel? Wel, ik woon in de buurt van Brussel en mijn papa is een Brusselaar. Een echte Brusselaar. Duizend Brussel, zegt hem altijd. Ik ben van Duizend Brussel. Dus mijn grootmoeder woonde in de Rue d'Alost. Dat is eigenlijk een zijstraat van de Dansaardstraat. En wij kwamen zo om de twee weken kwamen wij op bezoek met mijn grootmoeder in Brussel. En ik weet, dat was altijd in het weekend, op zaterdagnamiddag in de zomer, als het al goed weer was. Dan waren we buiten aan het spelen en dan werden we opgetrommeld om naar Brussel te gaan, naar de stad. Dat vonden we eigenlijk niet zo leuk. Nee, ja, als je op de buiten woont en je bent buiten aan het spelen en dan moet je de stad in op een klein appartementje. Dat is een totaal ander leven. Dan heb ik nog shallotten meegebracht. Die heb ik thuis mooi in ringen gesneden. Die heb ik zo plat in de pan gelegd. Mooi zachtjes aanstoven. Bestrooien met suiker. En op het laatste moment gaan we die afblussen met azijn. Witte wijnazijn, een klein beetje dragonazijn en suiker. En dan laten we dat mooi indampen. En dan krijgen we van die gemarineerde shallotten. En dat geeft zo'n klein beetje een pittige toets aan ons gerecht. Dan gaan we onze coquilles bakken. Onze pan is warm.
kokkies altijd schroeien langs de ene kant en snel draaien, dat de binnenkant mooi nissig blijft, mooi glazig, een beetje rauw. Zeker niet doorbakken, want dan is dat helemaal niet lekker niet meer. Hè. Mooi goudbruin. Dan onze borden erbij nemen. Onze kokkies zijn klaar. En dan kunnen we onze bord gaan afwerken. We gaan van start met onze truffelcake. We gaan onze gemarineerde kokkies erop leggen. De shallotten. Onze groene kruidenmayonaise. Die is mooi opgesteven ondertussen. Dan gaan we al onze radijsjes ertussen steken. Dan gaan we gebakken kokkies in twee snijden. Onze gepekelde groentjes, die mogen er ook uit. Een beetje fijn gesneden bolradijs. Dan gaan we dat afwerken met kruiden. Ik heb wat amarant meegebracht. Dat is een scheutje van een zaad. Dan gaan we verder met onze zuuringsoorten die ook in onze mayonaise zijn terechtgekomen. Dan gaan we afwerken met de rasp van onze witte bianchetto truffel. Klein beetje grof zout erop. En ook een paar limoenblaadjes om af te werken. Voilà, de gerechtjes zijn klaar voor Sabine en Kat en die ga ik nu brengen. Sabine, ik zie dat jouw glas al goed gevorderd is. Maar ik stel je gerust, Thierry gaat er zo meteen aankomen met die lekkere kokkies. Ik ben benieuwd, want ik heb hem al bezig gezien op televisie, maar ik heb hem nog nooit zelf ontmoet. Wel, het gaat niet lang meer duren. Ja? Goedemiddag, dames. Aha. Thierry, mag ik jou voorstellen? Sabine Appelmans. Hallo, dag Thierry. Op 15 jaar al kampioen, maar van Thierry is eigenlijk ook zeer vroeg geweten geweest dat hij veel talent in huis had. Niet zo jong. Ik was 23 toen we begonnen, maar toen hadden we nog niks gewonnen. Ja. Ik heb vandaag gekookt voor jullie. Ik heb iets gemaakt met kokkies, gemarineerd en gebakken. Helemaal onderaan is er een cake van truffel. Die is van boven ook een beetje geraspt. En daarbij serveren we allemaal variëteiten van radijzen, gemarineerd, ook rauw, dat een beetje krokant blijft. En daarbij een heel klassieke groene kruidenmayonaise. Laat het smaken. Dankjewel. Ik ga het zeker doen. Oh, het ziet er mooi uit ook. Hè? Ja, het ziet er heel mooi uit. Maar wel, Masterchef. Ja, ja, ja. Ik ga wel thuis, hè. Onder het toeziend oog van de chef. Ja. Ja, dan ben je bij de Masterchef, maar Thierry ook hoor. Heel, heel lekker. Sabine, dat kan je thuis ook eens proberen. Hè? Ik zal dan heel erg mijn best moeten doen, denk ik. Thierry, mag ik jou bedanken om ons vandaag ook weer letterlijk en figuurlijk in vervoering te brengen? Sabine, ik vond het supergezellig om met het oog van een Masterchef aan dit gerechtje te kunnen beginnen. En als u, beste kijker thuis, denkt ik wil dat ook eens proberen, zo kokkies met een cake van truffel, dan vindt u dat recept op nyam.tv. Bye bye. Ik ga verder eten.